In de hal van het gemeentelijk kantoor aan het Zuiderdiep is een tentoonstelling te zien over de diversiteit van de natuur in de stad. De afgelopen 7 jaar is de verscheidenheid aan flora en fauna in de hele stad geïnventariseerd. Alle wijken en de stadsranden zijn in kaart gebracht. De stadsecologen willen op deze manier duidelijk maken dat natuurbeheer in de stad wel degelijk zin heeft. In de stad is veel diversiteit aan natuur. Ja, het laat eigenlijk op een geweldige manier zien hoe rijk de natuur in de stad is. Ook het zijn geen bolle muggen, merels. Het zijn echt hoge onderscheidende soorten waarvan je soms zou dromen dat ze in een stad voor zouden komen. Ik weet nog goed dat we 15 jaar geleden, toen we met dit beleid zeg maar gericht op soorten begonnen, dat we zeiden zo'n otter die gaat nooit in de stad komen, dus die zetten we niet op de lijst. Waterspitsmuis zetten we niet op de lijst, want dat hoef je niet aan te beginnen. Heikikkers, nou, dat is gewoon niet mogelijk. En dat je nu dus ziet dat zelfs die topsoorten voor de natuurbescherming, dat die zelfs in de stad voorkomen. Klaas van Nierop geniet van alle natuur. Hij heeft geen voorkeur. De mus die hier in de binnenstad zit, eigenlijk ook wel weer een mooie graadmeter, dat die mus hier in de binnenstad aan het Zuiderdiep kan leven en zit te tjilpen. Daar geniet ik net zo van zeg maar, als de ijsvogel zeg maar, op het Damsterdiep. Dieren veranderen hun gedrag om in de stad te kunnen overleven. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorbeeld van de mussen die ik volg in mijn eigen achtertuin. 10 jaar terug, zeg maar, toen hing ik vetbollen op voor de mezen. En er zaten de mussen naar de mezen te kijken. Zo van, hoe krijg je dat voor elkaar zeg maar, om aan zo'n vetbol te gaan hangen? Dat kunnen wij helemaal niet. Maar ja, er is tekort aan voedsel. We moeten toch maar eens gaan proberen. En dat je dan met heel veel gestuntel zo'n mus aan de vetbol ziet hangen. Ja, en nu is het zeg maar 3, 4, 5 jaar lang, zeg maar, weten die mussen niks anders meer. Hè? Want dan praat je over 3, 4, 5 generaties later, zeg maar. De mussen die nu geboren worden in de stad, die weten niet anders meer dan dat ze aan de vetbollen gaan hangen. Want dat hebben ze geleerd van hun ouders. Ecologisch beheer van de stad werkt dus, blijkt uit de tentoonstelling. Maar Klaas heeft nog wel iets op zijn verlanglijstje staan. Die natuur die kan toenemen. En we hebben gezien zeg maar, dat het toch afhankelijk is in hoge mate van gezond groen en gezond water. Dus als er meer gezond groen in die stad komt en meer gezond water, dan gaat de natuur ook omhoog. En dat kunnen we allemaal, wij niet alleen als gemeente, maar burgers kunnen dat ook. Met gevels, met daken, met op bedrijfsterreinen, kantoortuinen. Iedereen, woningcorporaties, bedrijven, iedereen kan daaraan bijdragen. Niet alleen de gemeente. De tentoonstelling is nog tot 1 oktober op werkdagen te zien, van 9 tot 5.